De Centrale Bank van Suriname die is er na de vele kritieken op de open marktoperaties uitgekomen met een communiqué waarin de Centrale Bank van Suriname het volgende aangeeft. De Centrale Bank van Suriname meent dat in de meeste gevallen onbegrip of onwetendheid aan deze onjuiste stellingen ten grondslag ligt. De Centrale Bank van Suriname betreurt dat het ook in de Nationale Assemblée getuigen de opmerkingen van enkele prominente leden niet of nauwelijks inhoudelijk bekendheid is met de overeenkomst met het IMF. De OMO's zijn volgens de Centrale Bank van Suriname conform de overeenkomst met het IMF uitgevoerd. We legden dit voor aan waarnemend fractieleider van de VHP, Mahinder Jogi, die aangeeft dat de vingerwijzing naar het parlement of naar prominente leden in het parlement die kritiek hebben geleverd onjuist is en niet op zijn plaats is. Het is goed dat de Centrale Bank van zich laat horen. De Centrale Bank moet verder gaan. De Centrale Bank moet zeggen wat is overeengekomen tussen Suriname en het IMF in zaken de OMO's. Heeft het IMF gezegd dat je rentes van 80% mag geven voor beleggingen voor 6 maanden? Heeft het IMF gezegd wat je moet doen met die rentes? Ik begrijp dat IMF gezegd kan hebben dat je moet afromen. En is bij het afromen aangegeven hoe dat afromen moet plaatsvinden, dat de middelen niet terugvloeien in die samenleving? Zijn deze OMO-middelen, 2,8 miljard rentes, teruggevloeid in die samenleving? Dat is wat de Centrale Bank ons duidelijk moet maken, ja of nee. En als het nee is, waar is het gegaan? En als het ja is, de OMO-rentes zijn teruggevloeid in die samenleving, wat voor zin heeft het dan om onder de noemer van afromen de rente van 2,8 miljard weer te sturen naar die samenleving? En als dat zo is gestuurd, is dat niet de impact wij zien vandaag van die enorme koersverhoging. Heer Jogi, maar hoe, en dat is wat die samenleving zich afvraagt, maar hoe heeft het dan toch allemaal zo lang kunnen plaatsvinden? Wij als Nationale Assemblée zijn geen monetaire autoriteit. Wij als Nationale Assemblée zijn geen partij in de uitvoering van datgene wat is overeengekomen tussen de staat Suriname en het IMF. Wie wel partij is, is de regering. Wie wel partij is, is het ministerie van Financiën. Wie wel partij is, is de Centrale Bank van Suriname als belangrijke monetaire autoriteit. Wij als parlement zien signalen in de samenleving, vangen ze op, zien verschijnselen die zich aandienen, zoals de wisselkoers die stijgt, en wij roepen de regering op om naar het parlement te komen en om tekst en uitleg te geven. En als de regering met de centrale bank leiding komt, dat is dan prachtig, toch? Maar wij zijn geen monetaire autoriteit. Wij willen die informatie hebben en via ons die samenleving. Wat gebeurt er, waarom gebeurt er, wanneer gaat het anders zijn? Dat is wat wij willen. Het is hun taak. Maar we nemen aan, heer Jogi, dat de twee monetaire autoriteiten, Financiën en Centrale Bank van Suriname, toch een batterij aan deskundigen heeft en dat ze dit toch hadden moeten zien aankomen. Ik ben helemaal eens met u. Ik heb hier gehoord op de eerste dag van de vergadering, welke als agendapunt had koersbeheersing, zoals wij dat hadden aangevraagd. Ik hoorde een van de sprekers zeggen dat de Centrale Bank beschikt over 200 economen. En vermoedelijk meneer Asabina zei dat. Maar als het waar is, en al is het minder dan 200, u hebt terecht die vraag gesteld van, dit moeten ze toch zien? Toch? Ze moeten toch elke dag de zaak volgen? Toch? Kijk, ik ben voorzichtig, maar ik denk dat de Centrale Bank een grote fout heeft begaan. Ik ga u eerlijk zeggen, toch? Want als zij niet kunnen verklaren, ze moeten kunnen verklaren, toch? Waarom heb je die OMO gedaan?
Tot nu toe hebben we gehoord hier in het parlement, ook van de zijde van de regering, maar ook eerder van de centrale bank, dat het de bedoeling was, middels het uitgeven van OMO's, meer geld uit die samenleving af te roemen. Dus nu moet die kernvragen, die moeten beantwoord worden. 1. De rente. Waar is het gegaan? Wat is daarmee gebeurd? Je moet dat kunnen volgen, je moet dat kunnen verklaren. En dan moet je jouw beleid kunnen toetsen. Heeft het gewerkt? Heeft het averechts gewerkt? Toch? En dan moet je misschien ook consequenties zelf verbinden, voordat anderen consequenties verbinden aan het optreden van de centrale bank in deze. In de aankondiging van de maatregelen door de president is een van ze het aansterken of versterken van de leiding van de Centrale Bank van Suriname. Hoe staat u hier tegenover? Ik wil die 2 of 3 vragen die ik stel beantwoord zien. Okay. Wat is de bedoeling geweest van die OMO? Waar is de rente naartoe gegaan? En wat heeft die rente veroorzaakt? En ik ben eens met de president wanneer hij zegt versterken. Maar wanneer ik de antwoord heb gehad op deze 3 vragen, kan ik datgene wat de president heeft aangegeven durven in te vullen en uit te breiden met versterken en vervangen. Wat en hoe en wie weet ik niet, maar dat want ik ook nog kan. Als die OMO-rente terug is gevloeid naar die samenleving, ik beschuldig niet, ik stel vast, als dat zo zou zijn en als dat mede het gevolg zou zijn van die koersstijging, dan hebben mensen gefaald. Dan dus heeft het instituut gefaald. Dus die vingerwijzing van onbegrip en onwetendheid is niet terecht. Is niet terecht. Zij die het beter weten en moesten weten, zij die het uitgevoerd hebben, meneer Ganis, wanneer u ergens gaat, dan weet u toch waar u gaat. U weet toch wat u gaat doen. U weet toch hoe u het gaat doen. U weet toch waarom u het doet? Anders doen we toch niks zomaar? Dus ook zij moeten die verantwoordelijkheid op zich nemen. Ik nogmaals, ik beschuldig de centrale bank niet. Maar de samenleving wil weten, heb je afgeroomd? Ja of nee? En wat is met de rente gebeurd? Is het teruggegaan? Heb je gedweld met een kraan open? Of heb je gedweld met meerdere kranen open? Hoe moet de regering optreden? Zou er consequenties of ja? Als blijkt, en we moeten eerlijk zijn, het gaat om dit land Suriname. We hebben problemen. Die samenleving heeft problemen. Instituten zijn er om te helpen om het land bestuurbaar te houden en te maken. En wanneer blijkt dat er blunders zijn gemaakt, ergens in de rit in die keten, dan moet daar waar die blunder gemaakt is, zelf consequenties verbinden.